David Bruinvels, volgens Mirjam ben jij een van de artsen die echt helemaal voorop loopt in het adopteren en accepteren van nieuwe zaken bij Arbonet. En je werkt bij een dochter. Wat zijn voor jou de drie lessen die, eigenlijk, die jij geleerd hebt, die jij denkt dat gaat veranderen door gebruik maken van die moderne technologie? Ja, nou, goede vraag. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we gewoon grote stappen kunnen maken in hoe we met mensen omgaan. Wanneer je die technologieën gebruikt en bijvoorbeeld mensen uitnodigt om al voorafgaande aan het spreekuur wat over zichzelf te vertellen, extra vragenlijstjes in te vullen, dus niet te zeggen je moet het doen, maar meer je mag het doen, weet je op het moment dat je iemand tegenover je hebt veel meer van die persoon af en die persoon heeft ook veel meer het gevoel dat hij van tevoren al wat over jou heeft kunnen lezen en ook al wat vragenlijsten heeft kunnen invullen over dingen die die persoon heel erg belangrijk vindt. Ja, dus technologie helpt je om eigenlijk veel vaker met die patiënt in aanraking te komen, cliënt, en daardoor gewoon een betere relatie. Okay, wat is ja, het? En ook meer te weten in feite. Ja. Nou, het tweede is denk ik dat dat ook je handel als bedrijfsarts kan gaan beïnvloeden, want nou, omdat je meer weet, zijn er dus ook meer zaken waar je rekening mee kan houden. Je hoeft ook veel minder te vissen tijdens het spreekuur. En je kan dus veel doeltreffender en doelgerichter ja, adviezen geven of interventies inzetten. En ja, ik denk dat dat in ieder geval betekent dat je ook veel, ja, veel minder tijd eigenlijk kwijt bent met het desbetreffende spreekuur. En op die manier ook veel meer grip houdt toch op het hele begeleidingsproces. En heb je dan ook dat je buiten het spreekuur ook andere manieren contact hebt? Dat je ook gewoon moderne middelen die iedereen inzet, zeg maar die normaal binnen deze wereld niet zoveel gebruikt worden. Of e-mail, WhatsApp, Skype, video, dat soort zaken, dat je dat ook helpt om dat te gebruiken? Ja, nou dan denk ik niet dat we alleen maar videospreekuren moeten doen, maar ik denk dat dat wel heel erg mooi zou zijn. Nou, stel, ik hoorde een collega aan wie ik vertelde dat we bezig waren met dat e-consult, zoals ze dat een beetje noemen, zei die van, hey, maar mag ik dat ook tussen 5 en 7 uur doen aan het einde van de middag en vanuit huis? Erger nog, is er niet gewoon een blok van 2 uur waar mensen op kunnen inschrijven? En ik zeg, wauw! Ja, zegt hij, ik vind dat wel mooi, want dan kan ik eerder naar huis, regel ik het met mijn kinderen, pak even nog 2 uur, doe nog die mensen die graag een e-consult willen hebben en zorg dat ook alle administraties afhandelt. Dus ja, helemaal met je eens. Ik denk dat het tot heel veel mooie, ja, flexibele werkvormen gaat leiden. Ja, je bent ook iemand die twittert, zeg maar. En wat doe je daar nou mee met social media? Wat heb je daaraan? Nou, ik doe eigenlijk verschillende dingen. Twitter gebruik ik heel erg om dingen te delen. En dan vind ik eigenlijk nog dat ik daar heel behouden in ben. Maar ik hou regelmatig de literatuur bij. In mijn geval heel erg over kanker en werk. Kom ik iets interessants tegen, dan deel ik dat met Twitter. En we doen een aantal projecten. Dus zo kan je me makkelijk terugvinden. Facebook gebruik ik ook. Uiteraard privé. Maar niet om zozeer te delen met patiënten. Dat vind ik toch ja, eigenlijk een stap te ver. Maar wat ik wel heel erg doe, is ik gebruik Facebook om wel te kijken op bijvoorbeeld nou ja, een aantal mensen die diensten en producten aanbieden, om me daar gewoon in te verdiepen of bepaalde discussiegroepen. En patiëntenverenigingen gebruik ik ook. Ja. Patiëntenverenigingen en dat soort zaken, dat gebruik je ook. Ja. Ja, precies. Oké, heb je het idee dat zo'n Arbonet, dat die echt daar helemaal mee bezig is om zich in die toekomst neer te zetten? Want ja, je zei al van, ICT is tot nu toe eigenlijk alleen maar een ellende geweest. Iets wat je gewoon alleen maar moest doen, wat eigenlijk minder flexibiliteit oplevert. Heb je het idee dat het de komende 10 jaar beter gaat? Ja, ik ben er eigenlijk zeker van. Mijn collega's herinneren inderdaad vast nog wel die tijd dat het informatiesysteem dicteerde, en misschien bij sommigen nog steeds, dicteert wat je moet doen. En ik denk dus inderdaad dat we er naartoe gaan dat je op een hele flexibele manier om kan gaan met nou ja, al die verschillende informatiestromen. En dus dat je ook op een hele mooie manier dat kan benutten om je vak op een hoger niveau te tillen. Ja, daar ben ik zeker van overtuigd. Ik ga eens kijken hoe jij dat zelf doet. Dankjewel, top voor dit gesprek. Hey, graag gedaan.